allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En zoals jullie zien, we zijn op de Motorbus 2024 en ik ga een motor uitzoeken op de Motorbus. En daarvoor moeten we naar hal 7, want alle merken zijn er weer. Nou, je ziet het, we zijn in hal 7. Het is hartstikke lekker druk en heel veel merken hier zo. En ik zeg natuurlijk altijd, als geld en ruimte geen gebrek zouden zijn, dan had ik van elke smaak wel een motor in mijn garage staan. En dat is dus precies wat we vandaag gaan doen. Ik ga in elke smaak een motor uitzoeken. Het was een klein beetje clickbait. Ik ga natuurlijk niet in elke smaak een motor kopen vandaag. Maar ik ga mijn 10 motoren uitzoeken van elke smaak die ik in mijn garage zou willen hebben. Dus dat betekent een low budget bike. Een enduro bike, een sportbike, een naked bike, een touring bike. 10 smaken, 10 motoren die ik hier vandaag in de hal kan vinden. Goed, de eerste categorie, de eerste smaak die ik in de garage wil hebben is een budgetmotor. En ik ben overal aan het kijken gegaan. Het grappige is, ik ben hier bij het merk Mutt. En Mutt is een in Engeland geproduceerd, volledig geproduceerd motormerk. Het grappige is, ze hebben 125cc motoren, 250cc motoren. Persoonlijk zou ik niet zo snel, hè, want het is mijn top 10, kiezen voor een 125. Maar je kunt dus hier al voor onder de 4000 euro een 125cc motor kopen. En net onder de 5000 euro een 250cc motor kopen. Eigenlijk staan hier gewoon allemaal verschillende smaken budgetmotoren. En mijn keuze in mijn top 10 van de budgetmotor van Motortest TV is deze Mutt. Ik vind de uitstraling geweldig. En als het toch niet hard gaat, dan hoeft het er ook niet snel uit te zien. Dan heb ik liever dat het er zo uitziet. Dus, moet ik even spieken. De Mutt Mushman 250. Goed, de nummer 2 op de lijst wordt een classic. En ik moet hem hier kunnen vinden op de bus. En ik heb hem gevonden. De nummer 2 die in de garage komt te staan, als ik geld en ruimte geen gebrek heb, is de Interceptor van Royal Enfield. En ook daarbij geldt voor mij, hij moet wel een beetje die echte classic look hebben. Ondanks dat hij wel her en der een ledlampje eraan heeft zitten. Hoeft helemaal niet veel vermogen te hebben. En ik heb deze alles gereden. En dan rijdt dit ook echt als een classic. Dus je krijgt wel dat gevoel erop. Dus de nummer 2 in de garage, de Royal Enfield Interceptor 650. Zeg ik dat goed? Nee, ja. In één keer goed. Nou, we zijn inmiddels hier beland op de stand van Fantic. Jullie weten, ik heb in het verleden al eens een keer een Fantic test gereden. Maar ik heb op mijn lijstje van 10 motoren die absoluut in de schuur moeten staan, natuurlijk ook een dikke offroad staan. En hij moet hier vandaag in de hal staan. En dan moet ik je heel eerlijk zeggen, er is niet zo heel veel keus. En ook al was er meer keus geweest, had deze zeker hoog op mijn lijstje gestaan. Het is de Rally. 450cc, 4-takt en maar liefst rijklaar 140 kilo, slechts 140 kilo. Dit is wat mij betreft echt wel een machine waar je echt mee offroad kan knallen. Nou, er staat een groot scherm erop, dus allemaal tripknoppen erop waarvan ik niet weet waar het voor is. Maar daar moet je allemaal achter komen. Ik zie 1, 2, 3 voor mijn gevoel benzinetanken, dus het gewicht is lekker verdeeld. Dus de absolute offroad motor, nummer 3 in dit geval van het lijstje. Welke 10 motoren zou ik in mijn garage willen hebben van hier? De Fantic Rally 450. Nou, en wat is dan, want we zijn inmiddels bij nummer 4. Ik vind dat er ook in mijn garage een bobber, cruiser, shopper, ik weet het nog niet helemaal precies. Ik denk dat het een bobber wordt, want daar heb ik een voorkeur voor. We hebben Harley Davidson Indian. Dus we gaan het eens even uitzoeken. Nou, je ziet het is hartstikke druk en ik sta hier op de stand nu bij Indian. Aan de overkant staat Harley, maar ik heb toch voor Indian gekozen als, in dit geval, en ik zal het goed zeggen, de Scout Rogue. En daar staat ook de Scout Bobber. Ik vind het korte achterkantje mooi. Ik denk dat ik hem zonder ruitje zou willen hebben, zoals die daar staat, met het stuur wat steviger. Maar deze moet zeker in de schuur erbij. Als hele stoere cruiser, bobber. Er zijn heel veel opties voor te krijgen, dat weet ik. Maar nummertje 4 voor in de top 10 in de garage.
De Indian Scout Rogue. Maar eigenlijk stiekem nog de bobber. Yes. Ja. En er kan in mijn garage geen scrambler ontbreken. En voor de vaste kijkers van het kanaal kan het geen verrassing zijn. Dan wordt dat een Triumph scrambler. Hij staat hier ook op de beurs. Het is de X, niet de XC die ik gehad heb, maar het is de X. En deze met het mooie bruine zadel. Ja, is dit voor mij gewoon de scrambler. En het is een modern classic. Hè? Dus hij heeft lekker alle voordelen van de moderne motor. Met alle elektronica, alles wat je erop wil. Eén tip. Er zit hier een katalysator in. Die moet je er gelijk uithalen. En dan klinkt die jongen geweldig. Dus nummer 5 in de garage. De Triumph Scrambler 1200X. Nou, ook hier is het hartstikke druk. En een keuze maken in hal 7 voor een naked bike is niet makkelijk. Er staan er nogal wat. Aprilia met de Tuono's. Triumph met zijn Speed en zijn Street Triple. De MT-series. Maar uiteindelijk is het mijn top 10 van motoren die ik in de garage wil hebben. En dan kies ik toch eigenlijk voor deze. En waarom kies ik voor de Kawasaki? Omdat die op basis is van de Z900. En de Z900 bestaat al een tijdje. Maar is een fantastische, scherpe naked bike. Ik ben een oude lul. En ik vind de moderne naked bikes soms wel eens iets te scherp gestyled. En als ik dan deze zie met die mooie ronde tank. De zithouding die net wat comfortabeler is. En waardoor die wat mij meer plezier geeft. Die mooie telletjes erop. Ja, is de Kawasaki Z900 RS. En ook deze kleur. Hè. Kijk even met de camera naar beneden. Met die gouden velgen. Ja, als de gouden velgen op zitten, dan ben ik eigenlijk al verkocht. Ik kan er niks aan doen. Dus de Z900 RS op plek nummer 6 in de garage. Met 10 die ik op de beurs heb gezien. Nou, ook weer hier even mensen moeten vragen om ruimte te maken. Want het is gewoon hartstikke druk. Maar we zijn volgens mij bij nummer 7. De high-tech tourmotor die in de garage moet staan. Ja, weet je. Ik heb hem al bij Startwin in de showroom natuurlijk uitgebreid even bekeken. De Multistrada V4S Grand Tour. Ja, hoeveel high-tech wil je hebben? Alles zit erop en eraan. Dus deze moet zeker ook in mijn garage staan. Als geld en ruimte geen gebrek zijn. Nou, en nou zijn we op de stand hier zo bij Aprilia. En er moet natuurlijk ook in de garage een mid-range adventure bike staan. Ik heb er nog niet op gereden, maar hier op de beurs om een keuze te maken, valt mijn keuze op de Aprilia Touareg. Een hele mooie parallel twin. Ik ga er binnenkort op rijden. Maar kijk nou even. Dit wil je toch in je garage hebben staan? Hoe dik, hoe mooi die eruit ziet. Even spieken hoor. Even kijken. 80 pk, 660 ongeveer cc. Ja. Hier. Opstappen. Dit is adventure rijden. Dus op nummertje 8 een midsize adventure bike, de Aprilia Touareg. We blijven even op de stand hier bij Aprilia. Maar we staan niet bij Aprilia, we staan namelijk bij de Moto Guzzi V100. En ik vind dat er in de garage ook een sport tour motor hoort. En dan ben ik van de gadgets. En dan wat mij betreft deze met zijn elektronische vering, met de rijmodi. Ja, is dit wel een motor die in je garage thuis hoort. En dan heeft deze natuurlijk ook nog die aeroflaps. Dat mooie blok wat overdwars eronder staat. Het is misschien geen PK-kanon. Maar uitstraling, zithouding. Deze hoort in de garage thuis. Als geld en ruimte geen gebrek zijn. Nou, het is niet te geloven. We hebben even een plekje gevonden met een beetje ruimte. En dat is het klapstuk van de video. Op plek nummer 10. Er moet natuurlijk als ruimte en geld geen gebrek zijn. Ook een hele dikke racer in de garage staan. En we staan hier bij de CBR 600. Draai de camera even om. Hierachter staat ook de CBR Fireblade, de 1000. Ook een hele dikke racer. Eigenlijk een veel dikkere racer. Maar waarom wil ik deze in mijn garage hebben? Omdat ik vind dat ik met deze beter uit de voeten kan op de openbare weg. En zou je toch een circuitdag gaan doen? Tuurlijk. Dan heb je iets meer misschien aan die. Maar met deze ga je ook een hele leuke dag op 8 hebben. Dus op 10 met een motoren als ruimte en geld geen gebrek zijn. De Honda CBR 600 RR.
Dus 2024, alle merken zijn weer hier op de motorbeurs in Utrecht. Wat mij betreft fantastisch leuk vormgegeven, doordat ze allemaal eenzelfde stijlopbouw van stand hebben. Hartstikke leuk, je ziet het ook, het is hartstikke druk, alles is hartstikke toegankelijk. En een heerlijke plek om dus 10 motoren uit te zoeken voor in je garage. Nou, helaas bij mij zijn geld en ruimte wel een gebrek. Dus ik zal het gewoon met de prachtige motoren moeten doen die ik al heb. Niet getreurd, ben ik hartstikke blij mee. Ik hoor graag van jullie welke 10 motoren jullie hebben uitgezocht tijdens jullie bezoek hier. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat je een leuke video vond. Zo ja, zet je duimpje eronder de video. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.